les over straling gebruiken. Nou, wat ga je allemaal leren? We gaan het hebben over radioactieve straling en wel alfa-straling, beta-straling, gamma-straling. Nou, ze hebben allemaal een ioniserende werking, ze maken dus je moleculen kapot. Alleen is het doordringende vermogen ook nog verschillend en ook een slopende, een ioniserende vermogen. We gaan het hebben over een tracer, wat dat is, medisch onderzoek te doen. Een gammacamera gaan we bekijken. En ja, het slopende vermogen van de straling had ik al gezegd. En de halveringstijd, hoe dat samenhangt bij onderzoek. Nou, wat zien we hier? Alpha-straling. Ik zet een heliumkern, zeg maar, van een isotoop. Een vrij groot, lomp deeltje. En het wordt al door papier tegengehouden. Zou je denken, het is niet gevaarlijk, maar alfa-straling is bij inademen het gevaarlijkste. Dat heeft het grootste slopende vermogen van je lichaam. Beta-straling, vuil aluminiumfolie houdt het tegen. Dus het komt iets verder dan alfa-straling. En nu hebben we een bijzondere, gamma-straling. Dat is eigenlijk niet echt straling, het is meer een golfje, zeg maar, met een heel hoge frequentie. En dat heeft een heel groot doordringend vermogen. Dikke lode plaat op je lichaam bijvoorbeeld en dan ben je beschermd. Nou, met een speciale techniek kunnen ze ervoor zorgen dat radioactieve stoffen zich ophopen in kankergezwellen. Een gammacamera die kan daar dan opname van maken en dan kun je nagaan waar kankercellen zitten. Een patiënt slikt een radioactieve merkstof, dat heet ook wel een tracer, en die bindt zich aan het kankergezwel en die zendt vervolgens gammastraling uit. Die halfwaardetijd moet natuurlijk heel kort zijn, anders dan kan die kanker krijgen van die tracer. En je zal dan ook even niet, als je een vrouw bent, bijvoorbeeld bij je kind, pasgeboren kind bijvoorbeeld, mogen zijn een aantal dagen, omdat je zelf radioactief bent. Nou, dus naast stoffen die zich ophopen bij kankergezwellen, zijn er ook stoffen die zich in bepaalde organen ophopen. Door aan deze stoffen een radioactieve stof te koppelen, kun je met een gammacamera opname maken van deze organen. Dat is de samenvatting. Hoe gebeurt het nou precies? Je hebt een tracer, een pil, je slikt hem en vervolgens wordt een radioactieve stof opgenomen door een bepaald orgaan, bijvoorbeeld door de schildklier. Nou, die schildklier die zendt straling uit en de gammacamera maakt daar een beeld van. Dan kun je bijvoorbeeld een gezonde schildklier vergelijken met eentje met een afwijking. Als het nou een kernramp is, dan krijgt iedereen onder de 18, of die moet zijn uniumpil innemen en dan is de kans op schildklierkanker vele malen kleiner als je dat snel doet. Dat was de les.